iedereen en welkom bij Impro vanuit ons kot. Ik ben Stef en iedere week nodig ik enkele impro-vrienden uit om samen te spelen vanuit ons kot. We brengen impro-comedy, dus het is niet voorbereid, niet gerepeteerd, geen vaste tekst, alles wordt ter plaatse verzonnen. Normaal vragen we suggesties van een live publiek, maar dat live publiek is er nu niet, dus we gaan suggesties geven aan elkaar, maar erewoord, we weten nog vooral niet welke suggesties dat we aan elkaar gaan geven. En de spelers voor deze keer zijn Mario. Hey. Dag Mario. Alain. Yo. Hey Alain en Erwin. Hallo. Dag mannen, zijn jullie er klaar voor? Zeker. Oké, dan gaan we eraan beginnen. We hebben zo dadelijk een bijzondere gast hier. Dat is René. René die was gisteren ooggetuige van de landing van een UFO en komt daarvoor voor ons vertellen wat er juist gebeurd is. René, kom maar. Ik zag gisteren een UFO landen in mijn living. En mijn vrouw zei: amai, dat is proper. Dat is precies een vliegende schotel van de frituurist. Hier achter de hoek. Ik zei: ik zal eens kloppen op de deur. Misschien doen ze wel open. Dus ik klop op die metalen deur en die floept open. Er komt een piepklein wezentje uit. En die had een pakje frieten bij. Zeg, dat is nogal eens een service. Die bestelling is pas voor volgende week. Dus amai, die gasten zijn er snel bij. Dus mijn vrouw en ik hebben die frieten opgegeten. Voilà. Het was een lekkere maaltijd.